Het werk is, heb ik leren kennen, en Pieter Wagemans trouwens ook, naar aanleiding van een tentoonstelling die georganiseerd werd in het Europees Parlement. En daar was een tentoonstelling met de titel Wie kan ons vrede geven? En hij was de enige Vlaming die daar aanwezig was. Ik ben een erg grote voorstander van de manier van schilderen van Pieter Wagemans. Normaal maakt hij bloemen. Die zijn zeer realistisch geschilderd en ik ben een voorstander van realistische kunst. Pieter Wagemans heeft een sfeer proberen te creëren door het gebruik van zwart-wit en dan de grijstinten. Die roept de gruwel van de oorlog op eigenlijk. Dat is de bedoeling, dat de kijker die kijkt naar het schilderij zich daar niet comfortabel bij voelt. Dat is de bedoeling. En om toch een sprankeltje hoop te geven, zijn er dan kleuren gebruikt in het popje. Het is niet de normale kunst die Pieter Wagemans maakt, want hij maakt hele vrolijke, mooie dingen met veel kleuren, want het zijn voornamelijk bloemen dat hij schildert. Dit is dus helemaal buiten zijn comfortzone, maar ik vind het zeer geslaagd werk. Het roept echt het gevoel op dat je moet krijgen bij de titel Wie gaat ons vrede brengen? Het is een werk dat u doet nadenken over de toekomst, over hoe belangrijk vrede is, hoe erg een oorlog kan zijn. Zeker omdat het donker is, donkere achtergrond. En het meisje, het buurmeisje trouwens van Pieter Wagemans, dat hier afgebeeld is. Het meisje is ook donker geschilderd en dan het popje dat eigenlijk de hoop symboliseert en de vreugde van een kind dat zo onder druk kan worden door oorlog eigenlijk. Ik ben Anke van der Meers, Vlaams parlementslid van het Vlaams Belang. En mijn favoriete kunstwerk is Wie kan ons vrede brengen van Pieter Wagemans.